Ja, de verschillende redenen eigenlijk dat wij de schoonmaakrobots gebruiken is dat we op zoek waren naar innovaties en robotisering. En het vinden van goed schoonmaakpersoneel wordt gewoon steeds moeilijker. En Goveco heeft ons heel erg veel mee geholpen om alles goed te laten werken uiteindelijk. En als er iets vastloopt komen ze altijd gelijk, dus dat is ook erg fijn. Ja, we waren echt op zoek naar een duurzame inzet van de robots en ook naar een ergonomische manier van werken. Het werk wordt steeds meer, de oppervlaktes worden steeds groter. En op deze manier maken we het werk voor onze personeel wat makkelijker. Het wordt ook echt wel schoner. De stofzuiger kunnen wij ook overdag in ons restaurant aanzetten, waardoor het overdag ook schoner blijft. Ja, mensen reageren er eigenlijk heel goed op. Ze vinden het interessant om te zien. Voor de collega's was het wel even wennen, maar eigenlijk kan iedereen ermee werken. En dat merken we nu al. En onze nachtportieren in het hotel, die weten nu ook hoe het werkt en die gaan hem 's nachts ook inzetten. En ja, de gasten die vinden het super interessant en die vinden het ook fijn om te zien dat wij bezig zijn met schoonmaak. Omdat hygiëne gewoon steeds belangrijker wordt. We hebben een poll aangemaakt. Dan konden ze reageren welke ze het leuk vonden. En uiteindelijk is het Tini en Tony geworden.